nog een andere man. Nee. Ik wist wel dat die Suus mij niet mocht. Ik haar ook niet. Suus en Harry. De relatie van Suus en Harry is om op zachtst gezegd te zeggen wat stroefjes. Dat heeft vooral te maken met de moeder van Harry. De moeder van Harry die ze ieder jaar met Kees weer moeten uitnodigen. Maar ook ieder jaar weer dezelfde vraag opreist. Hangen we dan nou eindelijk eens in de hoogste boom? Of nodigen we er weer uit? Met Kees hoort het gezellig te zijn. En dat is het met jouw moeder zeker niet. Ja, dit was Kees in Noord. Dat was de eerste editie. Kees in Noord is gemaakt door en voor wijkbewoners uit Oude Noorden. En de wijkbewoners die meespeelden, die hebben ongeveer 3 maanden gewerkt aan scènes. Die scènes speelden ze op verschillende plekken. En het publiek werd meegenomen door een gids. En onderweg zagen ze dus de scènes. En dat vormde samen één verhaal. Het kerstverhaal in een modern jasje. En die scènes, vroeg ik me af, hebben ze die zelf geschreven of heb jij dat geschreven? Die heb ik zelf geschreven, ja. Zou het met Frederik gaan? Frederik, de man van Maria. Je weet wel, die zwanger is zonder seks. Frederik heeft net te horen gekregen dat Maria zwanger is. En voor hem is slechts 1 conclusie. Zij is vreemd gegaan. En waarom heb je dat eigenlijk georganiseerd, die kerstwandeling? Nou, toen ik hier kwam wonen in het Oude Noord, toen hoorde ik wat mensen om me heen. Die vonden dat de kerst eigenlijk niks was. En ook wat eenzame mensen. En die wilde ik ermee samenbrengen. Dus wijkbewoners samenbrengen. En wat is een mooie moment om samen te brengen als gewoon kerst. Volgend jaar weer? Dat ligt aan de cultuur concreet en aan de gemeente, maar als het aan mij ligt zeker en als het aan de spelers ligt ook.